Kaseko is Surinaamse dans- en feestmuziek die in de afgelopen jaren veel minder werd gehoord en beleefd. De stichting Kaseko wil ervoor zorgen dat Kaseko wordt behouden als immaterieel Surinaams erfgoed. Eerder dit jaar is door veel inspanning van de stichting de geboortedag van Lieve Hugo, de King of Kaseko, die op 13 december valt, geproclameerd tot Nationale Dag van de Kaseko. Rosita Leeflang, voorzitter van Stichting Kaseko, die sinds 2014 aan de weg timmert voor de erkenning van Kaseko, zegt dat het bijzondere van Kaseko-muziek is dat deze bespeeld wordt door haast alle bevolkingsgroepen in Suriname. Vele mensen denken dat Kaseko-muziek alleen gespeeld wordt door Afro-Surinaamse groepen, maar dat is niet zo. Kaseko-muziek wordt eigenlijk door any groep in Suriname wordt het gespeeld. En dan gaat het vaak om covers die hele grote hits zijn geworden in Suriname en die dus worden nagespeeld door verschillende groepen. En iemand zei me bijvoorbeeld ook, Kaseko-muziek is echt Surinaamse muziek, want iedereen speelt het. Of het nou een Javaanse band, een Hindoestaanse band, een inheemse band, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. En we zien dat bijvoorbeeld, we zien het op feesten, in discotheken, we zien het op feesten thuis, we zien het op podia, zien we, maar meestal is dat DJ-muziek. Maar eigenlijk zien we dus overal Kaseko-muziek. En als je Kaseko-muziek afdraait, wat begin je te doen? Je begint te dansen, je wordt er vrolijk van. Dus dat is de meerwaarde. De Kaseko brengt ons bij elkaar en het houdt ons bij elkaar. Leeflang benadrukt dat Kaseko van Suriname is. Er moet nu meer erkenning en bewustwording komen over deze muziekgenre, omdat dat in het verleden moeilijk ging. En ik weet dat het ook gelegen heeft in het verleden, waarbij het altijd wel moeilijk was om waardering te geven aan datgene wat van ons is. Kijk maar naar het Suranang. Vroeger als je Suranang sprak, hey, praat Nederlands. Je weet toch, je mocht geen Suranang praten. En net zo ook voor de muziek, het mag ook niet altijd afgedraaid worden. Maar ik wil wel zeggen, laten we onze Surinaamse artiesten, en ik in het bijzonder Kaseko, maar alle Surinaamse artiesten moeten we echt ondersteunen. Want weet je wat mooi is? Als er op een dag, mijn grootste droom, dat er op een dag een Kaseko-nummer een Grammy wint. We gaan elke Surinamer, maakt niet uit waar je ook bent, we gaan allemaal daar super trots op zijn. En daar willen we aan werken. En als Suriname kunnen we het door meer waardering te geven. Het volledige interview met de voorzitter van Stichting Kaseko kunt u morgen bekijken in ons programma In Gesprek Met op kanaal 12.1 om 9 uur in de avond.